Ja, je herkent hem bijna niet, maar het is gewoon Skate die naast mij zit. En waar gaan we het over hebben in deze GameKings Extra? We gaan het hebben over Rainbow Six. Ik kijk bijna elke avond, kijk altijd even op Twitch en dan ik volg alle GameKings gewoon even wie streamt er en hoeveel kijkers hebben ze. En dan heel vaak staat Skate bovenaan, vaak ook bovenaan in Nederland. En dan kijk ik, wat is die aan het streamen? En dan is die 4 van de 5 keer is die gewoon Rainbow Six aan het streamen. Nu vind ik het een leuke game, maar dan vraag ik me op een gegeven moment af, er zijn zoveel andere games. Wat maakt voor jou nou Rainbow Six zo ongelooflijk tof? Ten eerste, er zijn niet zoveel andere games. Oké, okay. Je zou ook The Witcher kunnen gaan spelen. Ja, maar die heb ik destijds al helemaal uitgewoond. Ja, maar de Rainbow Six toch inmiddels ook? Ja, maar... Oké. Okay. Dat is een ander verhaal. Dat is twee, The Witcher heeft een begin, een midden en een einde. Dat is waar. Ja. Dit is een multiplayer game, mm-hmm. Die je kunt blijven spelen. Geen enkel potje is hetzelfde. Ja. Ik begin eindelijk beter te worden in die game. Okay. Dat mag ook wel, nu ik de afgelopen weken echt alleen maar deze game gespeeld heb. Kijk, daarvoor was het altijd, ik speel even een beetje Rainbow Six. Daarna weer een andere game. Dan kom ik na een maandje weer terug bij Rainbow Six. Maar de laatste weken heb ik me er meer op kunnen focussen, omdat het gewoon wat rustig was. Het was een beetje komkommertijd in gameland. En dan merk je... Door die uren erin te stoppen, dat je beter wordt. En je gaat beter communiceren met je team, want communicatie is key. Dat heb ik al vaker gezegd natuurlijk, in een game als Rainbow Six. Ik hou van de intieme setting, de betrekkelijk kleine maps, de betrekkelijk kleine teams. Het is gewoon 5 tegen 5. En het is echt zo fucking heerlijk op een gegeven moment. Iedereen heeft zijn eigen favoriete operators en... Op een gegeven moment heb je al een half woord genoeg met jouw team. Ik heb, ik heb een kleine pool van spelers met wie ik veel samenspeel. Shout-out naar DJ Alfist en Hitch en Rido en Gunner en Rise. Noem je ze allemaal niet, op. Zeg maar, random mensen die in jouw stream zitten? Nee, liever niet. Ik speel. Okay. Ik bedoel, soms komen we wel eens een mannetje tekort. En dan kijk ik in mijn chat bijvoorbeeld. Ja, wie wil er meespelen? En dan zie ik een aantal namen die ik niet eerder heb gezien bijvoorbeeld. Maar dan komt daar een... paard tevoorschijn met wie ik al langer speel. Ja, sorry jongens, maar ja, ik ga toch echt met paard spelen, want we spelen vaker samen en dat heb je wel nodig in een game als deze. Wat ik wel mooi vind ook is de laatste weken, Rainbow Six is ook gewoon nu voor 2 tientjes volgens mij te krijgen op, drie tientjes op de PC en op de consoles. In het weekend ook gratis geweest? In het weekend gratis geweest. Ik merk dat door mijn vele spelen en streamen op Twitch, dat er steeds meer mensen zijn die, ik zie het in de reacties dan, ik wist nooit zo goed wat ik ervan moest denken van Rainbow Six, maar doordat ik jou het veel heb zien spelen met je teammaatjes, ben ik ook overgegaan tot aanschaf ervan. Mm-hmm. Nou, dat vind ik tof, want dit, ik had het niet verwacht van tevoren toen die eind 2015 uitkwam, maar uiteindelijk werd het een van mijn favoriete games van 2016. En nu Operation Velvet Shell uit is en de stats gereset zijn en Year 2 van start gaat, is er ook een zeer grote kans dat dit in 2017 een van mijn favoriete games blijft. Wat is dat gegil de hele tijd? Ik bedoel, ik val af en toe gewoon midden in de stream over Platinum of zoiets. Kijk je bij mij de Platinum? Ah, ik ben bij de Platinum. Dat is een beetje een running gag geworden. Oh, okay. Ik heb hem niet. Wat is dat? Wat krijg je als je Platinum? Kijk, je begint volgens mij met brons in ranked. Begin met brons. Ga je naar zilver 4, 3, 2, 1, goud 4, 3, 2, 1 en van goud 1, want het is nu omgedraaid, eerst was het 1, 2, 3, 4, nu is het 4, 3, 2, 1, ga je naar platinum. Platinum is het ene hoogste wat je in ranked kan halen. Diamond is het allerhoogste, daar zitten ook echt de tryhards, daar zitten de spelers die op hoog niveau echt dit spelen. Dus gewoon je winstmarge en je killmarge en je... Het is gewoon je rank, weet je wel. Okay. En waar zit je nu? Nou, ik zat dus... Tot een paar weken geleden zat ik telkens op Gold 4. Dat was de stap voor Platinum. Dus ik had op een gegeven moment over de road to Platinum, weet je wel. Ja. Op een gegeven moment zat ik er 2 punten van verwijderd. En het lukte maar niet. En het ging maar mis. En op een gegeven moment dacht ik, fuck it, weet je wel. Dus ik ben uiteindelijk goud geëindigd in year one. Oh, nu is het weer bam, 0 en dan gaan we weer helemaal overnieuw. Nu zitten we weer op 0. Ik heb gisteren 10 placement matches gespeeld. Dat ging het ene moment fantastisch. Dat ik op een gegeven moment eindigde met 10-0 en MVP. En het potje daarvoor ging het weer verschrikkelijk. En toen eindigde het uiteindelijk met 4 gewonnen potjes, 6 verloren potjes. Dus toen ben ik, ik begin nu dit tweede jaar in Silver 2. Uiteindelijk Gold 4, want we hebben nog 1 potje ranked gespeeld. Dus toen eindigde ik Gold 4.
Maar ik denk dat we wel wat sneller zullen stijgen nu, omdat je nu nog veel punten per gewonnen pot krijgt, et cetera, et cetera. Een beetje technisch gehouden hoer hier allemaal. Maar ja, er is zoveel in deze game wat mij heel erg aanspreekt. Ik durf zelfs bijna de vergelijking te maken dat dit mijn Modern Warfare van 2015, 16 en 17 is, zeg maar. Ja, het is wel grappig dat Ghost Recon is natuurlijk nu in de beta geweest. Die komt over een maandje ook uit. Ook co-op, ook met je team iets doen. In een wel, open wereld. In een open wereld, veel vergeeflijker, minder tactisch. Dat heb je daar dan een opinie over? Of is dat, vind je het, laat ik zo zeggen. Ik heb wel het idee, nogmaals, we hebben maar een klein gedeelte gespeeld. Ik wil nu niet te ver al voor de troepen uitlopen en roepen van... we weten, het lijkt inderdaad wel heel erg op wat Ubisoft vaker heeft gedaan. Ja. Het verhaal kwam niet helemaal uit de verf. Maar, ik vind het jammer. Ik was niet zo van de Rainbow Six, maar ik was wel van de Ghost Recon vroeger. En dat had ook een bepaalde diepgang. Daar zat ook een soort van multiplayer in. Rainbow is nu mijn Ghost Recon. Ja, dat bedoel ik. Van. Vind je dat niet jammer dat Ghost Recon de open wereld hoek in is gedoken? Nou ja, nee, misschien niet. Want ik denk dat Ghost Recon juist dan heel erg in de wielen van Rainbow zou gaan zitten. En dat zou elkaar dan ook weer bijten. Maar ja, nu zitten ze wel heel erg in de wielen van The Division, van Far Cry. Far Cry, weet je. En... ja, nee, nou goed, ik was gewoon even benieuwd van... Wildlands sprak mij sowieso toen ik de eerste trailer zag op de E3 twee jaar geleden. Zo dacht ik, wow, dit kan wel eens heel interessant worden. En vervolgens zie je dan, ik had vorige week die speelsessie bij Ubisoft, of twee weken geleden inmiddels alweer. Ja. De laatste die beta. En natuurlijk, als je de tactische benadering kiest, want ik zag een Shelly en een Boris, die rijden gewoon hopla een basis binnen en die beginnen gewoon als een maloot te knallen. Dat is niet de manier waarop je zo'n game moet benaderen. Nee, dat weet ik, maar ik ben het wel. En wie weet, dit gaan we nog wel een keer hebben in de review, want anders gaan we weer te diep in op de game. Ik vind wel, en dat heb ik al een paar keer gezegd de laatste tijd, sinds ik bijvoorbeeld een Dark Souls heb gespeeld, weet ik gewoon een game... Kijk, je kan wel zeggen van, ja, zo moet je een game niet spelen. Maar die game moet jou dwingen om zo te spelen zoals een developer dat bedoeld heeft. Okay, ja, ja. En ik ging het ook tactisch uitproberen. En op een gegeven moment kwam er steeds mijn mannetje bij. Toen dacht ik van, weet je wat, ik ren gewoon naar binnen. En ik liep er gewoon langs. Ik pakte dat wat ik moest halen, ging eruit en klaar was de opdracht. Toen dacht ik van, ja. Kan, zo kan Kijk, het je inderdaad. Moet het jezelf gaan dwingen. Maar ik vind nou, eigenlijk je moet niet... Het ook, je moet het ook leuk maken voor jezelf door het gewoon toch te proberen op een tactische manier te doen. Nee, steeds maar... die drone de lucht in, mensen spotten, de sync kills maken en dergelijke. Kijk, dan haal je het maximaal Tuurlijk, uit maar ik game, vind eigenlijk dat die game dat meer bij jou moet afdwingen. Dat van dat ik. Het gewoon niet kan. Ja, anyway, agree. Laatste vraag. Rainbow Six, ja, je streamt het veel zoals je dat zegt. Van, er is ook niet zoveel anders. Nou, dat komt de komende weken Ja, dat bedoel ik. Er komt Nioh uit. Nioh ga ik spelen. For Honor ga ik spelen. Horizon ben ik ook heel erg van gecharmeerd. Horizon ben ik nog iets minder van gecharmeerd. Maar wie weet die game mij alsnog over de streep te trekken. Wat krijgen we nog meer? De Dark Souls 3 DLC. Hoppa, waar ik heel erg uit. Naar uitkijk. Mass Effect Andromeda natuurlijk. Daar gaat je ranking. I don't care, man. I don't care. Nee, maar dit zijn de games waar ik al zo lang naar uitkijk. Maar mijn rank gaat niet zakken als ik minder speel. Nee, dat is waar. Dat is het hele ding. En het zit nu wel redelijk goed in mijn system. Dus dit blijft toch altijd wel weer een go-to game. En die rank, ach ja, ik bedoel... ik ga me er niet op stuk kijken, als het ware. Of hoe zeg je dat... Ik ga me er niet op een stuk bijten. Nee. Maar die Platinum die gaat er dit jaar alsnog komen. Aha, nou. Zeker je gaat het weten. Zien in de streams. Of bij GameKings. Of bij Skate.